Dan, vandaag precies 100 jaar geleden werd de Balfourverklaring geschreven. De brief was het standpunt van een serie gebeurtenissen die uiteindelijk zou leiden tot de oprichting van de staat Israël in 1948. In de studio André Diepenbroek, voorlichter bij de Israëlische ambassade in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die Balfourverklaring, wat was dat voor verklaring? We zien hem hier. Het is eigenlijk een A4'tje met een tekst. Ik heb niet zelf helemaal nageteld, maar met 68 woorden erop. Ja, een heel kort briefje eigenlijk. Ja, een heel kort briefje. Je zou zeggen een memo. Waarin eigenlijk, we zouden haast voor kunnen lezen... waarin de regering van Groot-Brittannië eigenlijk verklaart... dat ze positief staat tegenover de vestiging van een Joods nationaal tehuis. Dat is natuurlijk een omschrijving van iets wat niemand weet wat het nog gaat worden. In wat dan door iedereen Palestina wordt genoemd. Ja, en de verklaring is genoemd naar degene die hem geschreven heeft. Precies. Ja. De minister van Buitenlandse Zaken toen. Ja, ja. Daar hebben we hem. Wat was de aanleiding van het schrijven van dit briefje? De aanleiding was eigenlijk... het heeft een lange aanleiding gehad. Dan moeten we eigenlijk naar Napoleon helemaal terug. Dat gaan we even kort houden. Maar Napoleon is aan het einde van de 18e eeuw, 1799... heeft hij een expeditie gedaan in Egypte. Dat was het begin van de Napoleontische oorlogen ook. En hij veroverde dat land en ook wat toen eigenlijk Zuid-Syrië heette. Dat was een deel van het Turkse Rijk. Veroverde die eigenlijk zonder slag of stoot. Dat ging heel gemakkelijk. Hij moest natuurlijk wel veldslagen doen, maar die werden allemaal gewonnen. Ja. En Groot-Brittannië schrok daar heel erg van. Want ze dachten, wacht even, dat Suezkanaal wat daar bij Egypte loopt. Dat is eigenlijk onze navelstreng met Brits-Indië. Hè, wat nu India en Pakistan is. Ja, dat kunnen we niet zomaar eventjes laten lopen, kwijtraken. Dat is eigenlijk voor Groot-Brittannië een soort wekker geweest van... dit gaat niet nog een keer gebeuren. Dus toen al was dat daar een beetje sprake van? Toen iedereen dacht dat het een stille uithoek van de wereld was... maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Groot-Brittannië heeft toen... Egypte is toen nog een poos onafhankelijk geweest. Maar in de loop van de Eerste Wereldoorlog... heeft Groot-Brittannië eigenlijk Egypte zo goed als overgenomen. En is toen ook verder opgetrokken. We zitten in 1917, als deze verklaring uitkomt. Midden in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Maar daar was ook op dat moment die strijd tegen de Turken in Israël. Ja. Wat had daarmee te maken? Nou, eigenlijk dat gebied... het gebied wat toen Palestina door iedereen werd genoemd... was een onderdeel van het Turkse Rijk. En Groot-Brittannië wilde niet dat Suezkanaal in handen van de Turken zou vallen. Op dat moment natuurlijk met Duitsland en Oostenrijk samen tegenstanders in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus ze wilden ervoor zorgen dat er een soort buffer zou zijn om de belangen van Groot-Brittannië veilig te stellen. Ja, ja, die Britse steun eigenlijk aan Israël, of eigenlijk de nieuwe staat, had dat te maken ook met het feit dat er in die tijd ook veel mensen zich bekeerden tot het christendom in Groot-Brittannië? Is daar een link tussen? Ja, dat viel eigenlijk samen. Ik heb dat nog eens na zitten lezen gisteren, want het was eigenlijk het viel samen. Er waren grote internationale conflicten, oorlogen. En dat viel samen in Groot-Brittannië met een opwekking, een christelijke opwekking. Waarbij heel veel mensen... dat eigenlijk het nazaten van wat we dan noemen de Puritijnen... dus de mensen die zich echt vanuit de reformatie zich verdiepten in de Bijbel. De Bijbel ook gingen vertalen, studie gingen maken van het Hebreeuws... met rabbijnen in debat gingen en dat was een hele levendige gebeuren daar. En ineens zagen ze, wacht even, dat komt dadelijk onder Brits bestuur... en dat kon wel eens eigenlijk, wat we in de Bijbel lezen, zien we voor onze ogen gebeuren. Er ontstond een hele verwachting eigenlijk... Ja, eindtijdverwachting, laat ik het maar even zo noemen. Even in Family Seven termen. En leidde ertoe dat heel veel mensen daar oog voor kregen. Dus ook vanuit het Britse volk was die steun bij mij aanwezig. Ja, en die zaten ook gewoon allemaal in het parlement. Ja. Lord Balfour, de generaal van het Britse leger op dat moment in Egypte en in Palestina, was Allenby. Dat waren echt kerkgangers. Die zaten in kerken, hoorden bij gemeentes die zo dachten. Ja, maar Palestina was op dat moment nog niet in Britse handen. Nee. Was daar wel voldoende zicht op? Nou, Egypte was veroverd. Toen voorzichtig rukten ze op door de Sinaï-woestijn richting wat nu de Negev-woestijn is, dus het zuiden van Israël. En belanden daar bij Beersheba, de stad van Abraham. En die werd verdedigd door de Turken. En dat is prachtig. Op 31 oktober is dat... gebeurde dat, 1917. En dat is nu 100 jaar geleden. Dat is eergisteren nagespeeld. Ja. Hier zien we ze gaan. Het Britse leger op dat moment bestond uit soldaten uit Australië en Nieuw-Zeeland. Anzacs.
En dat was een lichte ruiterbrigade eigenlijk, zeg maar. De Turken hadden zich ingegraven, hadden Duitse wapens, mitrailleurs en alles. Dus dat was klassiek, hè? Te paard vechten met een sabel. Ja. Tegen modern spul. Het terrein is daar heel glooiend. Dus ze konden af en toe achter die duinen een beetje weg. Maar ja, op een gegeven moment, de stelling was natuurlijk op een vlak veld gemaakt. Dus de laatste 200-300 meter moet je dus in volle galop met die paarden op een stelling waar mitrailleurs staan. Ja. Dus dat is wel een slagpartij geweest eigenlijk. Ja, ja. De stelling is onder de voet gelopen. Ja. En op dat moment begint eigenlijk de terugtrekking van het Turkse leger uit het gebied. En op 11 november, goed op onthouden, halverwege november, staat Allenby voor de muren van Jeruzalem. Ja, ja, bijzonder. Dus 's ochtends, dat gebeurde allemaal op 31 oktober. Een mooie dag natuurlijk, want dit was allemaal ook door mensen die met de reformatie bezig waren. Ochtends het Britse parlement moest stemmen over dat document. Doen we het of niet? Ja. Twee dagen later op 2 november, dus vandaag, werd het gepubliceerd. Dus de stemming ging goed. En 's middags om 4:30 gebeurde deze aanval. Dus Groot-Brittannië hoefde niet meer alleen mooie woorden, vinden we allemaal aardig natuurlijk, iets aardig zeggen, maar kreeg het daarvoor te zeggen. Ja. En ging het en mocht het ook gaan uitvoeren. Ja, ja, dan even terug naar dit jaar. Ja. Dit jaar is een bijzonder jaar voor Israël. Eerder vierden we al de 50 jaar hereniging van Jeruzalem. Klopt. Nu weer dit. Wat zijn andere mijlpalen nog dit jaar? Nou, 1897 zien we staan. Dat is het eerste Zionistische congres. Valt allemaal een beetje in diezelfde tijd, 1917. Waarbij Theodor Herzl eigenlijk voor het eerst in Basel een groot congres belegt met alle mensen die de gedachte, Zionisme, de gedachte dat Joden terug moeten naar, zouden moeten kunnen naar hun eigen land. Hij heeft er niet zo'n grote verwachting van, maar ze komen van heinde en verre. Het is een mega evenement eigenlijk in Basel. 1917, dat is vandaag, ja. De Balfour Declaration. En aan het eind van de maand hebben we er nog één. Dat staat op zijn kop hier, 1947. 23 november is de stemming in de Verenigde Naties. Maar dat is in 1947, dus na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Waarbij het land wordt verdeeld tussen Arabieren en Joden. Dus ontstaat een Joodse staat en een Arabische staat. Ja. Nou, 1967, zei u al, dat is van het zomer geweest met de hereniging van Jeruzalem. 1977 hebben we niet echt een mooie datum nu, een mooie dag om het op te prikken. Maar dat is heel erg belangrijk voor Israël geweest, de vrede met Egypte. Ja. Die nog steeds stand houdt. Ja, en dan is nu 2017. Zeker. Vandaag die herdenking. Wordt in Engeland ook met trots gevierd, heeft de premier May aangekondigd. Waarom die trots? Waar komt dat vandaan? Het is een beetje, ze is klaar met, denk ik, met toch wel, laten we het even voor het gemak de Palestijnse lobby noemen, die van dit document een vod heeft gemaakt. Wat typisch koloniaal is, wat slecht is tot op het bot. De Palestijnse premier Abbas heeft ook gezegd, ik wil er eigenlijk nog een keer een proces tegen gaan voeren. Ze moeten het gewoon inslikken. Het moet van tafel, weg ermee. En May is iemand uit de conservatieve partij die toch altijd zichzelf beschouwt als vrienden van Israël. En zeggen, ja, wij zijn er juist trots op. Koloniale tijd. Is het een soort tegenreactie? Ja, denk ik wel. Dat ze gewoon stevig, is dan niet te hard slaan met alles van de glazen, maar een stevige reactie van, dit laten we ons niet afpakken. Dit is iets goeds geweest. We staan aan de wieg van het ontstaan van Israël. En dat is prachtig. Ja, ja, want de Palestijnen zijn inderdaad niet blij. Eisen excuses, hebben demonstraties ook vandaag. Waarom zijn ze hier zo boos over deze verklaring? Nou ja, het is voor het eerst dat een grote mogendheid, maar in ieder geval, laat ik zeggen, een westerse mogendheid gewoon erkent dat Joden recht hebben op dat land. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de basis van het hele conflict. Want dat is wat Palestijnen altijd ontkennen. Er is, Joden zijn, laat ik zeggen, zeg maar de aliens van deze omgeving, die komen ergens anders vandaan. Het is een koloniaal project. Ze zijn hier naartoe gebracht om iemand anders, een Europees probleem op te lossen. Maar dit document laat zien dat het Joodse volk recht heeft op zijn eigen land, Israël. En dat is niet alleen, ik heb hier een lijstje, Frankrijk vond het ook, Japan vond het ook, Italië vond het. Dus dat werd door heel veel landen gewoon overgenomen. Ja, dat was eigenlijk mainstream. Ja. En ik denk dat premier May dat ook gewoon zich realiseert en denkt, weg ermee, we gaan het gewoon vieren. Ja, want denkt u dat de Palestijnen met deze demonstraties, dat ze zo boos zijn, denkt u dat ze in het gelijk worden gesteld? Is er een mogelijkheid dat die verklaring ingetrokken wordt? Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Het punt is dat het is verankerd in
laat ik zeggen, de grondbeginselen van de Volkenbond geworden. Al die verdragen zijn later steeds overgenomen. Het is net een trappetje. Het begint in 1917. Dan wordt het de brief, hier hebben we het trappetje. Ja. In 1917 wordt de Balfour Declaration uitgebracht. Dat wordt overgenomen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in Italië bij San Remo. Daar wordt het gezegd van oké, we gaan een Volkenbond oprichten. En dit wordt er onderdeel van. 1922 wordt de Volkenbond zegt, Engeland moet deze Balfour Declaration ook zelf gaan uitvoeren. Jullie krijgen een mandaat over Palestina. 1924 nemen de Amerikanen het ook nog een keer over. Nou ja, 1947, dan krijg je de stemming. Ja. En die wordt door de hele Arabische wereld, ook de Palestijnse Arabieren, afgewezen. Tot op de dag van vandaag in feite. En behalve door Egypte en Jordanië, die vrede met Israël hebben gesloten. En dan in Israël wordt dan... de Joodse gemeenschap in Palestina dan nog roept in 1948 de onafhankelijkheid van Israël. Ja, we hadden het er al over. In Engeland wordt het met trots herdacht. Hoe herdenken ze het daar? Je krijgt dan natuurlijk altijd de gebruikelijke congressen. Er wordt nog eens wat over gepubliceerd, wetenschappelijk. Maar het wordt ook echt gevierd met de Joodse gemeenschap daar. En ik denk dat het ook wel mooi is om dat te zien. Ook premier Netanyahu is op bezoek, hè? Ja, zeker. Er worden echt goede banden aangehaald die er van oudsher, weten we nu, liggen. Ja. De Joodse gemeenschappen wereldwijd hebben het niet altijd even makkelijk. Zeker niet ook in de West-Europese landen. Dus deze steun voor hun is belangrijk. Is belangrijk. Ja. Dank voor de toelichting, André Diepenbroek. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Een hele fijne avond en graag tot dan. Dag!